Hallo, mijn naam is Bart de Pauw. Ik ben online docent Nederlands. Welkom bij Heb je zin 2. Veel dank voor alle positieve commentaren op mijn vorige reeks van de Heb je zin filmpjes. En omdat jullie het zo graag willen, is hier een nieuw seizoen van Heb je zin. In Heb je zin oefenen we de grammatica van mijn hashtag Dutch Grammar Lesson. Op de website learndutch.org vind je de tekst van Heb je zin. De Nederlandse tekst en de Engelse vertaling. Hoe kun je de filmpjes van Heb je zin het beste bekijken? Kijk het filmpje eerst zonder ondertiteling en probeer goed te luisteren. Kijk het filmpje daarna een tweede keer, maar nu met ondertiteling. Lees dan de tekst nog eens door. En let goed op het gebruik van de grammatica-constructie die we die video behandelen. Probeer dat goed te begrijpen. Ben je benieuwd hoe het verder gaat met Martin, Marieke, Gianluca, Ching en alle anderen? Nou, we gaan nu beginnen met seizoen 2 van Heb je zin. Maar voor de mensen die het eerste seizoen niet hebben gezien, is hier een korte samenvatting. Dit is Martin. Martin is een Nederlander. Hij woont in Amsterdam. En dit is Marieke, ook uit Nederland. Marieke woont in Rotterdam. Daar is ze docent Nederlands. Maar Marieke geeft ook Nederlandse les op de Dutch Summer School. En dit is Gianluca, een vriend van Martin. Gianluca is een Italiaan. Hij woont in Nederland. Gianluca is cardioloog. Hij leert Nederlands op de Dutch Summer School in Drenthe, net als Soliman uit Egypte, Kathy uit Amerika, Svetlana uit Rusland, Pablo uit Argentinië, Jen uit Nigeria, Annika uit Polen en Lars uit Zweden. Lars is ook een vriend van Martin. En dan hebben we ook nog Ching uit China. En nu wordt het een beetje gecompliceerd. Martin vindt Marieke leuk. Maar Gianluca vindt Marieke ook leuk. Aan het einde van Heb je zin 1 heb je gezien dat Gianluca en Marieke romantisch dineerden. En dat Gianluca tegen Ching zei dat hij en Marieke samen waren. Ching vertelde dit daarna tegen Martin en die moest toen erg huilen. Maar gelukkig troostte Ching Martin en ze werden een beetje verliefd op elkaar. En dat terwijl Marieke Gianluca eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Tegen Soliman zei ze op de laatste barbecue: Gianluca is mijn type niet. Geef mij maar een beetje een onhandige jongen, zoals Martin. En daar gaat het tweede seizoen van Heb je zin verder. Vandaag oefenen we de grammatica van hashtag Dutch Grammar 2, les 4 en 5 over de imperatief. In andere woorden, de gebiedende wijs. Marieke is op zoek naar Martin. Want Martin heeft Marieke beloofd om samen romantisch naar de maan te kijken. Op het bruggetje van het vakantiepark van de Dutch Summer School. Wat Marieke niet weet, is dat Martin daar al met Ching is. Marieke loopt langs de huisjes en ziet Annika. Hallo Annika, heb jij Martin gezien? Ik zoek hem al een uur. Hoi Marieke. Oh, nee, ik heb Martin niet gezien.
ik ben een beetje verdrietig. Maak je nou maar geen zorgen. Kom maar even binnen. Marieke gaat met Annika mee naar binnen. Ga maar even zitten. Waarom ben je verdrietig? Martin wilde met mij naar de maan kijken. Dat is zo romantisch. En ik vind Martin een leuke jongen. Maar jij hebt toch iets met Gianluca? Zeg dat toch niet. Hoe komen jullie daarbij? Soliman zei dat ook al. Gianluca is een leuke jongen, maar hij is mijn type niet. Hij is een echte macho. Ja, hij maakt leuke complimentjes, maar geeft mij toch maar een beetje een onhandige jongen. Wees maar niet ongerust. Martin komt wel. Hij heeft het toch beloofd? Ja, dat is ook zo. Annika zegt, geniet nog maar even van de laatste avond van de summer school. Dit is toch de enige avond dat de docenten alcohol mogen drinken? Drink maar een lekker glaasje Poolse wodka. Marieke antwoordt, goed idee. Geef maar een glaasje. Annika schenkt de wodka in. Marieke vraagt, waar zijn jouw huisgenoten? Kathy is nog even aan het opruimen bij de barbecue. En waar Ching is, dat weet ik eigenlijk niet. Tja, waar is Ching en waar is Martin? En hoe serieus is het tussen Ching en Martin? In de volgende aflevering van Heb je zin? Zien we hoe dat verder gaat. Tot dan! Doei!